Heb je accountantkantoor of heb je IT-bedrijf of heb je advocatenkantoor? Of ben jij een consultant? Wil je weten welke businessmodel je kan gebruiken? Kijk dan verder. Hi, welkom. In deze video ga ik businessmodel 4 met je bespreken. Ik ga je uitleggen hoe je deze in jouw voordeel kan gebruiken. Ook ga ik je laten zien hoe je dit in de praktijk kan toepassen. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met me op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Laten we maar beginnen. Dit businessmodel is gewoon puur bedoeld voor professionele dienstverlening. Hierbij kan je denken aan advocaten, accountancy, consultancy. Dus het gaat hier om professionele dienstverlening en zakelijke dienstverlening. Ik ga je niet laten zien hoe deze mensen vaak klanten krijgen. Vaak krijgen ze klanten door referenties. Dus met andere woorden, dit is het bedrijf en vervolgens ze hebben een klant geholpen en de klant refereert een andere klant en zo gaan ze het maar door. Bedrijven of kantoren die lang bestaan hebben grote referenties en het gevolg daarvan is dat zij ook sneller klanten kan krijgen door referenties. Kleine doen het ook ongeveer zo, maar ze moeten wel ergens beginnen. Dus zo werkt dat. Maar soms heb je ook dat twee kantoren samenwerken. En dan verwijzen ze bijvoorbeeld klanten aan elkaar. Soms leveren ze bijvoorbeeld 20 klanten, soms 10 klanten. Hierbij moet je voorstellen, bijvoorbeeld dit kantoor doet alleen maar personenfamilierecht. En dit kantoor doet alleen maar contractrecht. Dan refereert deze, als het gaat om contractrecht, naar die. En personenfamilierecht naar die. En zo krijgen ze klanten. Zo werkt het referentiesysteem. En het gevolg daarvan is dat vaak in de meeste gevallen kantoren 70% van hun klanten via referenties krijgen. Dus met andere woorden, 70% van hun omzet komt puur via referenties. De andere 30% komt puur van social media of andere platformen. Dus hierbij kan je denken van het promoten van iets op social media. Google Ads wordt ook vaak gebruikt. En overige platformen, dus ook op LinkedIn en zo. En wat mooi hierbij is dat vaak weten zij niet bijvoorbeeld dat social media, die mensen die betrokken zijn bij je social media, die kan je retargeten als zij bepaalde problemen opzoeken. Kijk, Google is gewoon heel goed, puur omdat als je iets nodig hebt, dan Google je dat. Als je een probleem hebt, dan is het handig dat jij bovenaan komt als iemand het probleem zoekt. Maar of iemand iets van jou bestelt of afneemt, dat hangt af of diegene jou wel of niet kent. En daarmee kan je social media gebruiken. En deze techniek wordt door kantoren niet vaak gebruikt. En dat is wel zonde, want zo loop je eigenlijk klanten mis. Want hoe kan je dit het beste gewoon gebruiken? De mensen op social media of mensen die jouw website hebben bezorgd, die kan je gewoon retargeten op Google als ze bepaalde dingen opzoeken. En heel veel kantoren weten dat volgens niet. En dat is wel jammer. Want vaak huren zij bijvoorbeeld een mediabedrijf in en die kennen wel een doelgroep. Of die hebben wel onderzoek gedaan naar de doelgroep, maar die weten niet wat daadwerkelijk speelt bij de doelgroep. Met andere woorden, hoe moet je communiceren met de doelgroep? Hoe moet je communiceren over bepaalde onderwerpen met de doelgroep? Welke blogposts moet je naar buiten toe brengen? En vaak hebben we op kantoren of consultancy of wat dan ook niet de tijd ervoor om dat zelf te gaan doen. Ik ga je nu laten zien hoe je hiervan optimaal gebruik kan maken. Dus met andere woorden, naast de referenties businessmodel dat je hebt, dat je ook nog gebruik kan maken van de social media en andere middelen om geld binnen te krijgen. Ik ga je nu laten zien hoe je dit slim en effectief kan doen. Zijn je bij het businessmodel, het is belangrijk dat je van niet betrokken klanten maakt. Dus mensen die je volgen op social media of wat dan ook, zorg dat ze betrokken klanten worden. En volgens als ze iets nodig hebben, dan ga je ze retargeten op Google. En daar moet je wel bepaalde kennis hebben om het te gaan doen. Het beste wat je kan doen is gewoon met bepaalde mediabedrijven samenwerken. En zij kunnen je adviseren en begeleiden hoe je dat het beste kan doen. Maar wat je ook kan doen is gewoon vakbekwame medewerkers inschakelen. Dus met andere woorden, medewerkers inhuren die kennis hebben van 1, van jouw vakgebied. En 2, van Google advertenties en social media promoten. Deze mensen kunnen ervoor zorgen dat 1, jij goed kan communiceren met je klanten. Want zij hebben kennis over jouw vakgebied. En 2, jouw social media, in ieder geval jouw social media platform of in ieder geval IT-constructie in orde is. Met andere woorden, is je social media up-to-date, kunnen ze content maken of wat dan ook. En het zorgt ervoor dat het makkelijk wordt om te communiceren met degenen die jou volgen. Je activiteiten bij dit model is belangrijk dat jij volgt wat daadwerkelijk gebeurt met je content en wat werkt en wat niet werkt. Het gevolg hiervan is, zodra jij weet wat wel of niet werkt, dan kan het ervoor zorgen dat de kosten nog lager worden. En het kosten voor het installeren van analytics en het maken van traceerbare links is niet hoog. Het is eigenlijk gratis. Google Analytics kan je gratis gebruiken en het maken van een custom-made URL kan je met URL Builder al gratis maken. En dus dan kan je gewoon zelf volgen, maar je moet het wel instellen. En het mooiste hiervan is dat jij gewoon veel kan vragen. Want die mensen hebben al vertrouwen voor jou, die kennen jou. En je kosten zijn laag, waardoor je hoge winstmarge hebt. Je hebt mediabedrijven die je kunnen helpen, maar let op, mediabedrijven bieden bepaalde pakketten aan en vaak werken die pakketten niet. Wat ik je meegegeven is verdiep in de social media gedeelte hiervan en kijken hoe je jouw content kan traceren. En zorg dat je altijd medewerkers hebt die verstand hebben van social media of wat dan ook, zodat je dit gewoon kan uitvoeren. Want zodra je van niet betrokken klanten betrokken klanten kan maken, zorgen zij ook ervoor dat je meer referenties krijgt. Ik hou van ondernemers met passie en ideeën, maar soms is het vermoeiend om te zien dat ideeën verloren gaan. Dit gebeurt vaak als de onderneming geen businessmodel heeft. Gebruik dit businessmodel in jouw voordeel. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met me op. Heb je wat gehad aan deze video? Deel het met je vrienden, familie en zakenpartners. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. En in de volgende video ga ik businessmodel 5 met je bespreken. Tot in de volgende video.